We zijn bij de voedseltuin Bokstel, Frans. Ja. En de voedseltuin levert wekelijks verse groenten voor de voedselbank in Bokstel. Maar is ook een leerwerkbedrijf voor mensen die wat verder van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. En ik heb hier een lijstje wat er vorig jaar geproduceerd is. Dus echt zoveel. Nou ja. 2700 rode bieten, 1200 koppen ijswerksla, 1800 veenkool. 1500 winterprijs. Ja, we gaan Theo doorzoeken, want dat lijkt me iets handig. Wat ook wel leuk is, we hebben hier vorig jaar ook een opname gemaakt. En nu ben ik weer terug op dit plekje waar ik 8 jaar gewerkt heb. De Kleine Aarde. Mooi. En nu heet het de Kleine Aarde Voedseltuin. Ja. Maar zullen we gaan kijken wat ze allemaal doen zijn? Ja. Je lijst je helemaal nog voorlezen. Nou, ik vind het wel heel leuk, maar we gaan Theodor van Leeuwen zoeken, want dat is de initiatief nemen. Nou, dan gaan we kijken. 1200 kilo. Nee, we gaan nou kijken. We gaan nou kijken. Nee, want dat is echt veel te veel. We zijn hier in de voedseltuin. Het is jouw kindje eigenlijk, hè? Wat je toch wel bedacht, verzonnen, georganiseerd hebt. Ja. Je bent volop in productie. Dat lijkt me toch een geweldig gevoel geven als je ziet wat hier allemaal gebeurt. Ja, we zijn. Ik moet heel nadrukkelijk zeggen wij. Hè? Er is een stichting Voedseltuin, Bokstel en omstreken. En het bestuur van die stichting en onze mensen doen gewoon hun uiterste best om er iets moois van te maken. En ik kan heel trots zeggen en blij dat dat ook geweldig lukt. Ja. Je bent in februari 2017 zijn jullie begonnen. Wij waren hier daarvoor nog. Het was één grote kale vlakte hier. Ja. Wat hier nu staat is enorm, is ongelooflijk. Ja. Dat heb je allemaal met hoeveel mensen gedaan? Ja, we zijn 17 februari vorig jaar officieel begonnen. Alleen. En dat was wel even schrikken. Maar zo'n project heeft tijd nodig om zich te zetten. Nou, dat je dus alleen dat werk moet gaan doen. Ja. En dat gaat ook helemaal niet. Dus, maar ik heb altijd een positieve instelling. Voor lieverlee zijn er meer mensen gekomen. We hebben dit jaar afgesloten met de laatste maanden met zo'n 25 mensen. Zo. Er is iets bijzonders met deze, ik noem het bijna heilige grond. Ja. Dit is van oorsprong van de familie van Koot. En mevrouw van Koot heeft dit achtergelaten aan de gemeenschap van Bokstel, bestuurd door de gemeente, hè? Dus het is van ons. Mm-hmm. En daar zit een claim op dat je niet zomaar huizen mag gaan bouwen en klaar. Of een bedrijf mag beginnen en klaar, dat kan helemaal niet. Want er is een claim en die claim zegt het moet, wat hier gebeurt moet gebeuren ten behoeve van de gemeenschap van Bokstel. Ja. Met name ook van jongeren. Ja. En daar sluit dit project fantastisch op aan. We zijn vorig jaar begonnen met het Doolhofperceel. Aan die kant is het eco-perceel. Er stond een groot gebouw, een eco-gebouw. Ja. Helemaal gebouwd van, ik denk, 10, 12 jaar geleden. Ja, van tweedehands materiaal. Nou, dat is allemaal weggehaald, want waar een gebouw staat, daar groeien ook geen slaapplaats. Nee, precies. Nee. Dus daar is best veel commentaar op gekomen, maar het was ook een wildernis. Ja, dat als je 10 jaar lang zo'n terrein, nu, hè, als wij nu weg zouden gaan en over 10 jaar terugkomen, kun je het ook niet meer terug. Ja. Zullen we eens naar het ecoplein gaan kijken? Want dat lijkt me heel erg leuk. Daar even te gaan super. Die prachtige koe, wat is dat? Ja, die staat dat het een koe is. Ja, die koe, dat is een houten koe waar je in kan. Dus je kan, aan de achterkant, dus je kan de koe letterlijk in de kont kijken, heet dat. Oh, ja, en dat ding is, wat doen natuurlijk. Ik denk dat ding 12 jaar geleden gebouwd is ongeveer. Okay. En wordt niet meer gebruikt. Het plan is om daar een thematentoonstelling over armoede en voedsel te maken. Okay. En je kan in die koe met 8 volwassenen en 12 kinderen. Maar het thema armoede, voedsel en duurzaam omgaan met moeder aarde, ja, dat is natuurlijk iets wat hier past. Ja, past helemaal perfect. Nou, en het voordeel van zo'n trekpleister is dat er dan weer mensen komen. En als er mensen komen, komen er ook handjes. Ja, precies. Juist. Want als er nou iets is waar we gewoon enorm behoefte aan hebben, vandaag lopen er dus veel mensen. Maar gisteren waren we met z'n drieën. Ja. En dat is weinig, dus heel moeilijk. Ja. Maar weet je wat ik me net realiseerde? Als je hier zo bent,
Het is wat anders dan dat je thuis, zeg maar, of op Facebook ziet de plaatjes. Ja. Maar nu ben ik hier. Ja, dan zie je wat het is. En dan denk ik, er hangt een hele fijne sfeer. Ja. Het is eigenlijk best leuk om hier een paar uur voor iedereen te komen werken. Om, zeker. Nou, je kan uit eigen ervaring vertellen. Je wordt er topfit van. Ja, want dat wilde ik al vragen. Je loopt de klomp inmiddels. Ja, maar ik loop maar je fysiek op een, werk je ik natuurlijk. Loop op een ochtend hier toch gemiddeld zo ruim 6 kilometer. Want ik heb zo'n stapel. Ik kan voorbeelden noemen van mensen die hier zijn begonnen nadat ze ziek waren. Of mensen die een tijdje bijvoorbeeld met een burn-out hebben gezeten. Of problemen hebben gehad thuis of wat dan ook. Ja, en ze komen hier en het klinkt een beetje geitenwolle sokkenachtig. Nee, maar is het helemaal niet. Nee. Je wordt hier, het is een romantische plek. Precies. Maar het is een inspirerende plek. En het, is gewoon, en het regent hier nooit. Oh, kijk. Dus daarom hebben we ook een beregeningsinstallatie natuurlijk. Hey, ja, zullen we eens naar de koe gaan kijken? Want ik ben zo benieuwd naar die koe, de achterkant. Gaan we dat even doen? Ja. Zo. De koe in. De koe in. Okay. Jongens, ga kijken. Geen spinnen? Ja, als de koe in gaat, dan maakt het niet uit. Tuurlijk. Jolijn, altijd. Ik ben... Hier zijn zeker spinnen. Oh, gast. Ja, nostalgie hier. Goh, wat deze is leuk. Ja. Nou, dit is nog. Ja, dit is dus een echt materiaal. Is nou ja, in ieder geval ouder dan 10 jaar. Oh ja. Dus je moet je voorstellen dat dit waarschijnlijk wel 15 jaar oud. En dit hier, aan de wieg van het Eco-keurmerk heb ik ook nog gestaan. Oh ja? Ja, we hadden toen 2 keurmerken wilden krijgen: Eco-keurmerk en Eco-om. Dat zijn uiteindelijk alleen maar deze geworden. Oké. Die hebben we vastgesteld gekregen toen. Ja, dat is geweldig. Maar ja, dit is natuurlijk een prachtige plek. Dan maak je hier een bankje. En daar kunnen een aantal kinderen zitten, hier ook eentje. En dan kun je gewoon hier lesgeven. Je hebt een heel mooi wespennest hangen daar. Ja, oh echt? Daar. Ah. Kijk daar. Echt? Oh ja, de flinkert hoor. Dat is mooi, hè? Ja. Ze krabben dat af van hout, hè? Blank hout, dus niet dit soort hout, want het is beschilderd. Maar blank hout, dan krabben ze het zeg maar af. Dan kauwen ze het tot een soort papier-maché. En dan maken ze van die halve maandjes zo. Ja. En dan plakken ze het zo aan elkaar. En zo krijg je ook altijd een mooie ronding. En dit is altijd 1 gat, dat is dan de opening. Ja. En waar ze naartoe vliegen. En binnenin zitten de raten, die ze ook zelf gemaakt hebben. Okay. Die raten, weet je wel, er zijn 6 hoekige celletjes waar dan de larfjes in zitten. Want het zijn wespen, die hebben dus larven. Maar wat een joekel! Deze is nog klein, want in een wespennest normaal gezien, van de gewone limonadewespen zoals deze zijn, kunnen 7000 wespen zitten. Ja, dan moet je in ieder geval. Ik vind het fijn dat ze hier zitten. Ja, precies, en niet hier. Het worden dus de snijbonen. Snijbonen. Oh. Aan die kant, dat zijn de breekboontjes. Allemaal bloemetjes. Ja, dat is echt. Dat duurt nog eventjes. Die kennis, zeg maar, van hoe maak je een moestuin in het groot. Ja, dat is hoe dat ben wel heel bijzonder. Aangekomen? Nou, ik ben van boerenafkomst. Maar op mijn 15e ben ik naar het onderwijs ingegaan en ook niet meer thuis op die boerderij geweest. Dus er zit wel een grond in het lijf, zoals het heet. Ja. Maar ik haal het van de internet. Ik heb een boek gekocht van meneer Van Ekelen uit Best. Die heeft een fantastisch dikke bijbel geschreven en mooi geschreven en goed geschreven over hoe je moet moestuinieren. Wij produceren voor zo'n 180 gezinnen. Wij willen 3 keer in de week 3 verschillende soorten groenten aanbieden in het seizoen. Hè? Dus in de winter kan dat niet. Nee, precies. Maar eerlijkheidshalve, ik heb grote hulp van de helico. Dus het brein, als er bijvoorbeeld iets is, bijvoorbeeld ik zie in de prei op een gegeven moment bruine vlekjes. Dan bel ik Geert op, Geert van de Heuvel, de manager van Helicon. Ja. Geert, kom kijken, want ik heb bruine vlekjes. Ja. Want dat weet ik dan niet en hij ziet meteen wat het is. En you are a volunteer here? Yeah, my name is Kadim. I'm volunteering here. Generally, I'm from Pakistan. From Pakistan? Yeah. Okay, and how long you are here now? Since 6 months. 6 months? Yeah. So that's pretty can short. Can volunteer and work here. Uh-huh. Yeah. All the kinds of products are growing here. You remember? You recognize some or not? Yeah. Or all strange?
No, I also can this in my home. And you like this food because in where you came from, it's something different. Do you know rabarber? What? Yeah, rabarber. Where is it? The rabarber. The sour steel. Yeah. You remember that? You eat that also in your hometown? Yeah, I can eat it, but it's too different for my system. Yeah. I can taste it when I like. Then you eat it. Yeah, of course. So we don't stop at to stop you at your work. So I think you have a lot of things to do here. Show me the muscles. So okay, go ahead. Thank you. Eigenlijk officieel een dome. Een dome? En de temperatuur is hier ongeveer zo'n 10 graden hoger dan buiten. Wat ziet het er mooi, hè? Futuristisch uit. Goed, hè? Ja. Oh. Nou, het systeem is eigenlijk heel simpel. Ik zal het jullie even laten zien. Aan de hand van bijvoorbeeld dit plantje. Die plantjes worden erin gezet. Deze zitten pas in. Die ontwikkelt in een recordtempo een enorme wortelstelsel. Want hij wil, als het donder, in het water. Dat komt hier boven via die slangetjes, dus een soort nevel. En dan gaat er naar binnen. Dat water is niet alleen water, maar dat is water met voedingsstoffen. Okay. Speciale voedingsstoffen. En die maken. Wat voor voedingsstoffen dan? Dat is te moeilijk voor mij. Dat is te moeilijk, oké. Okay, voedingsstoffen, oké. Is dit een nieuw concept? Ja, is een nieuw concept. Ja, niet voor hier, maar dit concept is ook nieuw. Dus vorig jaar bij de Floriade in Venlo heb ik het gezien. Okay. En toen heb ik gezegd, dat wil ik ook. Ja. Wow. En wat voor planten zijn het allemaal? Wat er allemaal op dit moment groeit, dat weet ik niet. Allerlei soorten kruiden of zo? Allerlei soorten kruiden hebben we nu. Maar we hebben bijvoorbeeld net andijvie en sla. En je kan ook aardbeien. Je kan, in feite kan elke plant hier groeien. Maar het mooie lijkt mij dan dat je middels dit concept... haal je natuurlijk ook weer heel veel geïnteresseerden hier naartoe. Dat lijkt mij dus Het is echt mooi. Dit is een publiekstrek. Ja, geweldig. Mensen willen dit graag zien. Ja. Krijgen daardoor aandacht voor onze tuin. Ja. En dat helpt allemaal in ons werk. Ja. Nou, hier zie je die techniek. Ja. Hier kan ik jullie laten zien. In de bak zit dus dat water. Nou, dat moet elke keer weer gecontroleerd worden. Dus je moet zorgen dat eigenlijk vol is. Ja. En in dat water gaan voedingsstoffen, die zitten daarin en dat wordt gemengd met elkaar. En het gaat zo rond en komt bij al die plantjes. En ja, dat groeit en dat bloeit in een week of 6-7. Ja, dit is wel ons paradepaardje. Ja. En als ze zeg maar eenmaal een stukje gegroeid zijn, dan kunnen ze uitgezet worden? Of wat is nee, het dan? Nee. Het blijft hier. Totdat je het oogst. Oh. Ja, totdat. Ja, dus een hele krop. Kun je ook zien, kijk eens, wat een baard die heeft. Dat is wel mooi om te laten zien. Ja, dat zeker. Ik moest kijken. Dus die plant, die heeft een overlevingskracht, die hou je niet van mogelijk. Ja. Ja, dit moet je ruiken. Ja, als je een stukje afbreekt, dan ruikt het. Heerlijk, hè? Maar deze kan al geoogst worden. Ja. En het is, we hebben hier nu over de dom, over de iglo, een extra... doek gehangen, want het werd gewoon veel te heet. Wat veel te heet, ja. Maar in de winter bijvoorbeeld, als het buiten rond de 0 graden is, dan is het hier, terwijl het gewoon een plastic laag is, hè? Ja. Dan is het hier 10 graden. En dan is het heel aangenaam om hier binnen te zitten. Ja. Nog iets heel aparts laten zien. Dat had ik nog nooit meegemaakt, maar ik ben natuurlijk een leek. Maar op een gegeven moment heeft iemand mij verteld, en ik weet niet eens meer wie, heb je ook doeken? Ik zei doeken. En toen bleek dus dat hier in de schuur nog van die doeken lagen. Telen zijn die onder doeken. Kijk, en als je dan dit, wil jij even verder trekken? Zo, en dan moet je eens kijken. Ja, deze is al doorgeschoten. Die is al doorgeschoten zelfs, ja. Ja, dus deze moet er gewoon uit. Uit. Het telen onder doek, ja. Dat heeft een groot voordeel, namelijk de grond blijft warm, het vocht blijft er langer in en je hebt, dat is heel bijzonder,
geen last van vlinders en vogels en andere gevaren die er allemaal zijn. Ja, precies. En dat betekent dus gewoon dat het veel sneller groeit. Ja. Als je die hele kleine plantjes in de grond zet, dan denk je, ach, die plantjes die gaan daar dood aan. Hè? Ja. Zo'n doek erop. Nee. Maar ze groeien het gewoon omhoog. Ja. Dus dat is wel... Ja, want er zijn er al heel veel doorgeschoten inderdaad. Ja, moet echt geoogst worden. Ja, ja. Ed, mijn collega, tuinbaas en ik, dit werk allemaal gewoon niet kunnen doen. Niet alleen zonder de medewerkers, maar ook zonder dat bestuur. Dat zijn ook allemaal vrijwilligers. Mm. En ook die hebben geen enkele tuinderservaring. Nee. Dus het hele bedrijf is helemaal afhankelijk van... toevallige aanloop van kijken op internet. Mooi man. En dat is gewoon geweldig, toch wel heel fijn. En dan drijft het op de passie en de betrokkenheid en doorzettingsvermogen. Ja. En de mensen zijn super, degenen die hier werken zijn super trots. Ja, dat zal wel. Ja, inclusief. Jij toch ook. Ja. Mensen, ze hebben hier nog heel veel handjes nodig. Nou. Dus wij gaan even meehelpen. We sluiten dit programma af. Als ik ze nou eruit steek, en jij doet ze op de kruiwagen. Ik moet op de kruiwagen. En bedankt voor het kijken, er is hier genoeg te doen. Oké, tot ziens. Maar ik vond het echt van jullie, weg ermee. Ja, weg ermee. Ik kan het nou niet. Jawel, dat kun je wel. Heel veel mensen op achtergrond. Ja, actie.